Nou, welkom allemaal. Ik hoop dat jullie nog een beetje wakker zijn naar het hele ontspannende praatje wat hiervoor in deze zaal werd gegeven. Ik ben dus Michelle Fone en ik werk als SEO-consultant bij Yoast. En ik ga jullie wat vertellen over hoe je eigenlijk in plaats van het inhuren van een dure SEO-consultant eigenlijk ook al zelf heel veel stappen kan zetten om je eigen website dus goed onder de loep te nemen. En bij Yoast gaan we heel erg uit van een holistische visie op SEO. Dus dat betekent eigenlijk dat we niet alleen maar naar de technische aspecten kijken, maar dat we eigenlijk kijken naar het hele plaatje. Dus dat wil zeggen dat ik jullie dadelijk eigenlijk in 5 onderdelen wat ga vertellen. En dat gaat onder andere over de user experience, over content SEO, over general SEO, site speed en tenslotte ook engagement. En ja, wij hopen daar als Yoast ook mee af te geven van ja, het is breder dan alleen maar slimme trucjes. Maar we willen juist een heel pakketje meegeven waarin je niet alleen Google een plezier doet, maar vooral ook je bezoeker een plezier mee doet om je website zo op te zetten. Nou, als eerste user experience. En waar ik dan graag mee wil beginnen is een call to action. En dat is eigenlijk het geven van een doel aan elke pagina van je website. En dan vaak is dat in de vorm van een knop. Dus dat kan bijvoorbeeld een knop zijn van koop dit of schrijf je in voor deze nieuwsbrief. En daarmee maak je heel erg duidelijk aan je bezoeker wat je nu van die persoon wil op die pagina. En zorg je ook dat je website dus heel erg functioneel wordt. En wat daarbij belangrijk is om dus op je eigen website te checken is ten eerste heb ik een call to action op elke pagina? He, welk doel wil ik bereiken en is dat voor de bezoeker dus ook duidelijk te vinden? En ten tweede, als die call to action zo'n knop er is, staat die dan ook prominent in beeld? Of moet iemand eerst helemaal naar beneden scrollen en zit hij dus zogenaamd beneden de vouw van de pagina, waardoor je heel veel bezoekers eigenlijk al verliest? Want hoe verder je naar onder moet scrollen, of hoe meer je in gekke hoekjes moet zoeken, hoe meer mensen je eigenlijk verliest en mensen weer terugklikken naar Google. Dus dat is een check waar je mee kan beginnen. En dan ook in het verhaaltje van user experience. Het is natuurlijk heel goed om ter ondersteuning van je verhaal video's en afbeeldingen te gebruiken. Maar let daarbij ook op dat het niet te overheersend wordt. Hier zijn natuurlijk heel veel WordPress gebruikers. Jullie kennen vast wel het thema 2017. Met daarop dat je meteen heel mooi, heel groot zo'n video kan inladen. Of zo'n hele mooie grote afbeelding. En het ziet er echt super fancy uit. Vind ik persoonlijk ook. Maar als ik er dan met een SEO-blik naar kijk, dan denk ik, ja, oké, dan staat daar een video. En dan? Wat moet ik hier? Wat wordt er nou van mij verwacht op deze pagina? Dan moet je dus eerst weer naar onder scrollen. En dan is er misschien hopelijk iets te vinden van waar die website eigenlijk over gaat. En in dat geval ja, is de video meer leidend dan dat het eigenlijk ter ondersteuning is van je eigen verhaal. Wat je op die pagina wil vertellen. Dus let daarbij bij het gebruik van video's en afbeeldingen op je eigen site op. Van, let op kleurgebruik, let op contrast. Weet je, gewoon ja, het voorbeeld wat hier. Dit plaatje, dat je denkt, ja, dat vloekt nogal. En ja, dat doet gewoon pijn aan je ogen als je daar te veel van dit soort dingen hebt. Dus dat is ook iets wat je gewoon eigenlijk wel met een kritische blik zelf naar kan kijken. Of vraag eens gewoon iemand anders, bij wijze van je buurvrouw, van, nou, kijk eens naar mijn website. Vind je het mooi? Wat valt je op? Vind je het duidelijk? Of moet er iets anders eigenlijk zijn? En als derde puntje bij user experience is het gebruik van testimonials. Dus eigenlijk geef mensen de mogelijkheid om op jouw website een berichtje achter te laten. Bijvoorbeeld op je webshop, dan iemand een review kan schrijven of een rating kan geven van oké, dit product is me erg goed bevallen of de service was heel erg goed. En daarmee geef je toekomstige bezoekers eigenlijk een stukje vertrouwen. Als iemand anders het al goed heeft bevonden, dan straalt dat meer vertrouwen uit om dat product dan ook bij jou te gaan kopen. En nu denk je misschien van, ja, maar ik heb een blog, ik heb helemaal geen webshop, dus maakt dat dan voor mij uit? Ja, zelfs dan kan het heel interessant zijn om de mogelijkheid te geven om commentaar te geven. Of om ook iets te schrijven, mensen te laten schrijven over het blog van, nou ja, superleuk of hele nuttige informatie. Of ik heb het gebruikt en het werkt goed. Zodat je ook dat stukje levendigheid laat zien. En dat andere mensen ook denken van, oh ja, hier wordt dagelijks op gereageerd. Nou, dan zal het wel heel erg actueel zijn. Dus daarmee kun je zelf ook ja, voor bezoekers je website een stuk betrouwbaarder en levendiger eigenlijk maken. Als tweede puntje wil ik eigenlijk ingaan op content SEO. Dus dat gaat heel erg natuurlijk echt over de inhoud van wat schrijf je nou op je website en hoe kijk je daar kritisch naar. En dan om te beginnen met dat eigenlijk elke pagina een introductie nodig heeft. Soms dan kom ik wel eens op websites van klanten en dan kijk ik daar en dan denk ik, ja,
waar gaat dit over? Dan zie je meteen wat plaatjes of wat dingen waar je op kan klikken. En dan denk ik, wat is hier de overkoepelende factor? Wat wil die website mij eigenlijk hier als bezoeker vertellen? Dus gewoon een klein stukje introductie van, oké, welkom op deze pagina. Dit is de overzichtspagina van alle fietsen die je bij op deze website kan kopen. Klik hieronder voor de verschillende merken en typen en dan kun je daar verder zoeken. Weet je, gewoon een kleine korte introductie. Geef meteen een stukje structuur waar het over gaat. Dat is gewoon voor je bezoeker heel erg prettig. Ten tweede, wat heel erg belangrijk is bij content, is om te voorkomen dat je duplicate content hebt. Dus dat je eigenlijk echt content hebt die overeenkomt met andere delen van je website. Hè. Je wil echt dat elke pagina uniek is. Maar je wil ook geen kopiëren en plakwerk doen van andere sites. Dat is echt iets wat Google afstraft. Dus waar ze ook heel makkelijk op kunnen checken van of die tekst ergens anders op het web al voorkomt en of je hem daar vandaan hebt gehaald. En dat is gewoon iets echt wat not done is. Dat moet je gewoon niet doen. Je kan dat zelf heel makkelijk checken door gebruik te maken van verschillende gratis stoeltjes. Bijvoorbeeld Copyscape. Daar kun je dan een pagina doorheen halen en die laat dan zien met welke andere pagina's helemaal verspreid over het web heb jij stukken tekstoverlap. Ja, het komt natuurlijk altijd voor dat je net een zinnetje of hier een paar woorden hetzelfde hebt en dat is prima. Maar je kan ook wel eens soms op het spoor komen dat mensen gewoon van jouw hele lappen tekst hebben gekopieerd. En voor Google is dan natuurlijk wel een raadsel van ben jij nou de bron of is die ander de bron? Dus dat is toch wel goed om in de gaten te houden en eventueel actie op te ondernemen. En met het tooltje Sideliner kun je eigenlijk binnen je eigen website kijken of je heel erg veel overlap hebt. Dus dat is ook wel makkelijk. Je gooit je website erin en je ziet gewoon hoeveel procent overlap je hebt binnen je eigen website. En of je dus niet te veel in herhaling valt. Een ander deel van content SEO is om eens goed te kijken naar de links die je eigenlijk gebruikt in je tekst. En stel je hebt een blog en iemand is over een onderwerp heel erg geïnteresseerd en die heeft daar net een leuk stuk over gelezen, dan is het zonde als het daarbij ophoudt. Als dan die pagina eigenlijk een beetje een dood spoor is van jouw website. Dus je wil het liefste eigenlijk linkjes in de tekst toevoegen naar bijvoorbeeld gerelateerde artikelen. En het kan natuurlijk ook nog wat eronder. En dit is niet alleen prettig voor je bezoeker, maar Google ziet het ook als iets heel erg waardevols en kan daardoor heel goed bepalen hoe jouw sitestructuur eigenlijk in elkaar zit. En Google heeft ook als doel dat dat websites dat die informatie kan bieden door middel van websites die heel erg volledig zijn. Dus het is ook fijn als dat dan doorloopt en niet steeds korte stukjes zijn en mensen dan weer terugbouncen naar Google en weer op zoek gaan naar iets anders. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld een webshop hebt en je hebt een productpagina. Dat zie je natuurlijk ook heel veel gebeuren bij grote webshops als bol.com of zo. Zie je meteen van, je hebt dit product aangeklikt. Misschien ben je ook geïnteresseerd in en dan een hele rits met andere producten. Dat is ook weer gemak misschien voor de bezoeker. Een upsell voor jou als verkoper. En ook voor Google meteen weer een inzicht in je sitestructuur van wat hoort bij elkaar en wat niet. Dan nog eigenlijk de sitestructuur als geheel. Is ook wel eens goed om zelf naar te kijken van vaak beginnen mensen met een website en dan door de tijd heen groeit dat en dat blijft maar groeien. En misschien is dat eigenlijk die structuur die je destijds toen gekozen hebt, 3 jaar geleden, nu vandaag eigenlijk helemaal niet meer zo logisch. Dus ga voor jezelf eens op een rijtje zetten. En als ik dat voor klanten moet doen, dan werkt dat vaak eigenlijk heel goed door gewoon echt eens even met pen en papier te gaan uittekenen van, volgens mij heeft hij die component. Volgens mij vindt hij ook dit belangrijk. En welke pagina's horen daar dan onder en wat hoort daarbij? En wat zou ik dan bijvoorbeeld in het menu moeten laten zien en wat zou ik er dus uit kunnen gooien? En soms is dat echt goed om even dat stapje achteruit te doen of iemand anders daar misschien bij te vragen met een frisse blik. Om eens te kijken van is het wel logisch zoals mijn site is opgebouwd? En door dat dan weer wat opnieuw te organiseren, en dat kan best een grote klus zijn, dat geef ik er meteen bij toe. Maak je veel inzichtelijker voor zowel je bezoeker als voor Google. Hoe zit je site in elkaar en waar kan die informatie gevonden worden? En hopelijk daardoor ook dat je meer rendement daaruit haalt als website-eigenaar. Het derde puntje waar ik over wil vertellen is general SEO. Dus dat zijn echt wat algemene SEO-punten. Bijvoorbeeld de page title. Dat is nog steeds een van de belangrijkste rankingfactoren in Google. Dus eigenlijk echt de titel die je aan de pagina geeft. En dat is dus ook, als je de zoekresultaten ziet in Google, meteen die titel die daar zichtbaar is van jouw website.
Als het een van de belangrijkste rankingfactoren is, dan is het dus ook heel erg belangrijk om erover na te denken, wat stop je dan in zo'n titel? Je kan een hele leuke, catchy titel bedenken, maar als daar niet het keyword in zit waar je met die pagina voor wil ranken, dan laat je echt een grote kans liggen, aangezien het gewoon nog steeds een belangrijke rankingfactor is. Dus zorg dat je in ieder geval je page titles eigenlijk checkt en controleert van ben ik daar tevreden over? Zitten daar die keywords in? Past die titel eigenlijk goed bij de inhoud die op die pagina staat? Bijvoorbeeld een handige tool die je daarvoor kan gebruiken is Screaming Frog. Je hebt het zowel gratis, als je echt wat meer wil, dan is het betaald. En daarin kun je heel makkelijk een uitdraai maken van, je stopt je eigen URL erin en dan komt een uitdraai uit van al jouw pagina's. En je kan kijken, wat is de page title, wat is de meta description. Je kan ook zien hoeveel pagina's geven een 301 statuscode, dus dat ze niet meer goed werken. Dus dat is een heel handig tooltje om gewoon je eigen website eens even onder de loep te nemen en te kijken van, wat komen hier eigenlijk voor gekke dingen uit of voor foutmeldingen? En meteen om te zien van, daar moet ik wat mee. Dat is iets wat wij als SEO-bedrijf ook heel snel bij klanten doen. Bijna een van de eerste dingen, we gooien hem even door Screaming Frog. Komen daar gekke dingen uit? Stap 1 wat die klant moet verbeteren. En dat is eigenlijk ook iets heel simpels wat je dus zelf kan doen, in plaats van daar iemand heel duur voor te betalen. Tweede puntje, de meta-description. Dat is geen ranking factor. Een meta-description is het stukje tekst wat dus onder die titel in Google zichtbaar is. En die tekst aan zich is geen ranking factor. Maar het is wel heel erg belangrijk voor je bezoeker. Want ik denk dat je wel voor kan stellen, als je zelf aan het googelen bent en je zit een beetje naar die resultaten te kijken, je leest toch vaak dat tekstje om even te bepalen van in een split second van, ga ik hier mijn antwoord vinden of ga ik toch liever voor het linkje daaronder? Dus het kan juist voor de bezoeker heel erg nuttig zijn om te zorgen dat daar een goed tekstje staat. Dit is zelf in te stellen. En als je dat niet doet, maakt Google er wat van. Inmiddels is Google daar best goed in, maar het kan ook zijn dat hij er gewoon een random zin op je pagina ergens pakt. Ik heb gezien dat er gewoon random stukken uit de footer of zo in die meta-description belanden. En dat je echt denkt, hier wordt niemand vrolijk van als je dit ziet. Er gaat hier niemand op klikken. En wat daarbij belangrijk is om op te merken, dat ondanks dat de meta-description zelf geen ranking factor is, is de click-through rate wel een ranking factor. Dus de mate waarin mensen op jouw website klikken, wordt wel door Google bijgehouden. En als je ziet van, daar wordt, ook al is dit het derde resultaat, maar er wordt toch heel erg veel op geklikt, misschien moeten we eigenlijk die een stapje hoger plaatsen. En kan die dan misschien wel 2 worden? Dat hangt natuurlijk van veel meer factoren af, maar dat is er wel eentje van. Dus de meta-description is er toch niet eentje om zomaar te verwaarlozen. En is wel voor jezelf een relatief makkelijke, bijvoorbeeld weer door Screaming Frog even over je website te laten runnen. Om voor jezelf dat lijstje van pagina's na te gaan en te kijken van, wat heb ik daar eigenlijk allemaal ingevuld? En kan ik dat niet nog wat verder optimaliseren? Dan valt er nog onder general SEO eigenlijk ook structured data. En dat is een wat lastiger. Dat is, of als je niet zo technisch bent, dat gaat eigenlijk om stukjes code die je aan de achterkant van je website toevoegt. Dat is dus niet zichtbaar voor de gebruiker. Maar waarmee je eigenlijk Google al een soort hints geeft van, wat is dit voor type website? Dus je kan bijvoorbeeld bij een webshop op een productpagina, kun je product schema toevoegen. Of je kan aangeven van, het is een restaurant schema kun je toevoegen. Waarmee je Google al meteen van informatie voorziet, zonder dat Google daar heel erg veel moeite voor hoeft te doen om al jouw teksten te gaan scannen. En Google meteen weet van, dat is zo'n type pagina of zo'n type website. En die structured data gebruikt Google steeds meer om een soort van rich results te laten zien. Tegenwoordig als je de zoekmachine opent en je googelt wat, dan zie je niet meer alleen maar die rij met resultaten, maar je ziet ook steeds meer zo'n knowledge graph en je ziet wat meteen images of je ziet meteen als je een locatie intypt van, hier is het op Google Maps of in de buurt zijn deze restaurantjes. En dat wordt heel erg gedreven door structured data. En als je dat niet hebt en je bent bijvoorbeeld ergens een restaurant en al jouw concurrenten hebben dat wel, dan staan zij daartussen. Terwijl jij ergens onderaan die pagina bungelt. Ja, dan weet je wel gewoon wat er gebeurt. Mensen gaan toch vaak voor het eerste resultaat wat voorhanden is. Dus het is goed om te zorgen, om te kijken of je dat hebt. Dat kun je ook wel doen door de Google Structured
data tool, testing tool. In die volgorde google ik het altijd en dan kom ik meteen eruit op waar ik moet zijn. Dan kun je kijken of je code daarin goed is. Het is wel wat lastig om zelf te implementeren. Dus als je zegt, ik ben verder niet technisch aangelegd, dan zou ik vragen of een developer dat je daarmee zou kunnen helpen. Maar het is wel iets wat je kan checken van, als je het hebt, zitten daar foutmeldingen op. Soms gebeuren er wel eens gekke dingen en dan werkt het gewoon niet. Terwijl jij in de veronderstelling bent dat je het helemaal goed hebt. En dat is wel iets wat je zelf kan checken bij je eigen site. Breadcrumbs, dat zijn natuurlijk eigenlijk die kleine linkjes die je vaak links bovenin ziet op een website en die aangeven van waar je ergens binnen de website jezelf bevindt. En dat is handig voor je bezoeker als je dan zegt van oh ja, ik ben er zo'n eindje weggeklikt en ik zit hier in een leuke categorie een paar posts te lezen. Ik wil even terug naar die hoofdcategorie, dan klik je daar weer op en dan kun je daar weer wat verder lezen. Maar tegelijkertijd zijn breadcrumbs ook voor Google meteen weer inzicht in hoe jouw sitestructuur in elkaar zit. Dus ook daarvoor is het belangrijk om die te hebben. En check vooral ook even of het nog klopt. Zeker als je website al wat ouder is. En je hebt al wat vaker een beetje met namen gespeeld en wat categorieën en dingen veranderd. Kijk dan ook even of die breadcrumbs, die woordjes ook nog ergens op slaan. Of dat nog te maken heeft daadwerkelijk met de inhoud van de categorie die het betreft. Wat wel echt een belangrijk punt is dit jaar, is dat Google overgaat naar mobile indexing first. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat Google tot op heden eigenlijk altijd naar de desktop versie van jouw website heeft gekeken om te bepalen hoe goed ze die vinden en op welke plek ze die gaan ranken. Maar heel veel verkeer is tegenwoordig op mobiel. En mobiel wordt daarbij dus steeds belangrijker. En Google heeft besloten, wij gaan nu in plaats van de desktopversie van websites te bekijken, gaan wij de mobiele versie van websites bekijken. En op basis daarvan de rankings bepalen. Dat betekent dus, hoe goed jouw desktopversie ook is, als jouw mobiele versie echt niet zo goed is, dan heb je wel een probleem. En dan is dat wel echt iets waar je dit jaar mee aan de slag moet. En de beste tip die ik je daar eigenlijk voor kan geven is, pak gewoon je telefoon erbij, zoek je eigen website op en ga er eens als een gebruiker doorheen klikken. Is alles klikbaar? Doen de knoppen het? Werkt het menu? Is mijn tekst goed leesbaar? Vallen de dingen weg? Dat zijn allemaal dingen zoals Google ook jouw mobiele versie bekijkt. En zoals de gebruiker dus ook in steeds grotere mate jouw website ziet. Terwijl jij lekker achter je computer dat allemaal heel mooi gemaakt denkt te hebben. Maar in het echt kan het er dus ook nog wel eens anders uitzien. En dat is dus wel een heel belangrijk punt om serieus te nemen. En zeker dit jaar wat mee te gaan doen. Vraag dus hoor. Ze zijn er nu al mee bezig. Ze zijn het geleidelijk aan het omzetten. Ze doen er altijd een beetje schimmig over wanneer. Er is niet echt een moment van, oh ja, nu doen we dat. Maar wij zijn ook wel een beetje wat aan het testen. En er wordt al heel veel. Wij zien al heel veel op onze eigen site dat Google eigenlijk met de mobile Google bot langskomt. In plaats van met de gewone desktop bot. Ja, daarin zou je het, als je echt je logfiles bestudeert, dan kun je zien met wat voor op wat voor manier Google eigenlijk, hoe vaak die langskomt, wanneer, met wie. Ze hebben eigenlijk verschillende bots waarmee ze de site crawlen. Ja. Headings. Headings zijn eigenlijk de tussenkopjes in je tekst. Dus daarmee geef je structuur aan zowel Google als je bezoekers. Google die kan dan meteen in een oogopslag eigenlijk die headings, de H1, de H2, de H3, kan die uitlezen en meteen een beeld vormen van oh, daar gaat eigenlijk deze pagina over. Maar hetzelfde geldt gewoon, het zijn ook gewoon een soort leestekens, een soort van signalen van voor een bezoeker van oké, ik scan even door die kopjes heen en ik weet globaal waar dit over gaat en is het voor mij nuttig of niet. Dus dat is goed om bij jezelf te checken, heb ik headings, ja of nee. Niemand vindt het prettig om zo'n lap tekst aan elkaar geschreven te lezen. Dus maak daar alinea's van en tussenkopjes. Het vierde puntje, sitespeed. Daar heb ik eigenlijk drie slides bij. En dat zijn een aantal technische dingen die je eigenlijk allemaal kan checken door gebruik te maken van Google PageSpeed Insights. Dat is gewoon een gratis tool. Daar stop je je URL stop je er gewoon in. En Google die genereert voor jou een rapportje. En die geeft dan aan van oh, dit is niet zo goed, dat is niet zo goed. Dit kun je nog verbeteren. Dit doe je al prima. En om het op te lossen zijn soms wel wat technische handelingen nodig. Maar het is wel meteen heel makkelijk om inzicht te krijgen van ja, zit ik op de goede weg of niet? Ten eerste al omdat die Google PageSpeed Insight een score geeft tussen de 0 en 100%. En dat is dan ook nog een beetje kleur gecodeerd. Dus als jij op 20 zit en het is rood, dan voel je hem wel aankomen. Dat is niet best qua sitespeed.
Een puntje wat vaak naar voren komt is combineer en minify JavaScript en CSS bestanden. Dus dat betekent eigenlijk, vaak heb je verschillende JS bestanden, die zou je ook kunnen samenvoegen tot één. En het minify betekent eigenlijk dat die alle overbodige ruimte in zo'n bestand weghaalt. Dus de comments, dus de white spaces enzovoort. Dit verkleint die bestanden, waardoor ze sneller ingeladen kunnen worden en je dus laadsnelheid van jouw website dus eigenlijk vergroot wordt. En daar is de gebruiker blij mee, maar is ook Google blij mee. Het tweede ding is browser caching. Dat betekent eigenlijk als iemand al op jouw website een keertje geweest is, dan worden er wat statische bestanden in het cache opgeslagen. En als iemand nog een keertje terugkomt, dan hoeft hij niet weer opnieuw al die bestanden op te halen van de server. Maar zijn er al een paar dingetjes blijven staan, waardoor ze heel snel erbij gepakt kunnen worden. En dus eigenlijk de snelheid van het laden van jouw pagina daardoor weer vergroot wordt. En dit is dus ook een dingetje wat terugkomt in die Google PageSpeed Insight, dat die aangeeft van hey, zet browser caching eens aan, want dat is nu nog niet zo best. Ten derde, wat ook in Google PageSpeed Insights terugkomt, is gzip compression. En dat betekent eigenlijk dat je bijvoorbeeld JavaScript bestandjes of CSS bestandjes, dat je die eigenlijk comprimeert, dus eigenlijk hele kleine pakketjes van maakt. En daarmee de downloadtijd ook weer vermindert. Wederom, sneller laden, snellere sitespeed, Google blij, bezoeker blij. Het laatste punt waar ik jullie ook nog op wil wijzen is engagement. En dat heeft eigenlijk niet zoveel meer met SEO te maken. Maar in het hele pakketje van holistische SEO heeft het wel te maken met ja, hoe goed staat mijn website ervoor en wat kan ik eigenlijk nog meer doen om mijzelf zo goed mogelijk aan de bezoeker te presenteren. En daar hoort natuurlijk social media bij. En wat ik ook vaak zie is dat heel veel klanten dat inmiddels ook hebben. Twitter, Facebook. Minpuntje wel is dat het ook vaak slecht bijgehouden wordt. Dus als je het dan hebt, zorg ook dat je er dan wat mee doet en dat niet je laatste post uit 2015 is. Maar zorg vooral ook dat als je het hebt, want wij vragen dat vaak bij website reviews, van oké, welke social media heb je? Dan geven ze netjes een Facebook en een Twitter account op. En dan volgens kijk ik op die website. Zie ik nergens op die website een link naar een Twitter of Facebook profiel. En dan denk ik echt, ja, oké, dus je hebt het. Maar je wil niet dat mensen er komen of zo. Dat is heel apart. Dus dat zijn echt van die kleine dingetjes die je bij jezelf kan checken. Van, heb ik het? Heb ik er goed naar gelinkt? Is het duidelijk te vinden op mijn website? Kunnen mensen inderdaad, als ze een leuke post hebben gelezen, kunnen ze die delen? Als ze een product, kunnen ze dat dan meteen liken op Facebook? Werkt dat goed? En zijn mijn sociale media profielen ook een beetje netjes bijgehouden en verzorgd? En tot slot kun je ook heel goed bezoekers aan je binden door regelmatig een nieuwsbrief te versturen. En dat kan best wat werk zijn. Je moet wel iets te melden hebben natuurlijk. Dus doe het in een frequentie waarbij het voor jezelf ook haalbaar is dat je iets interessants hebt te vertellen. Maar het is wel vaak weer mensen die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld jouw post. Kunnen zich abonneren op zo'n nieuwsbrief. En op het moment dat ze die binnenkrijgen, hebben ze weer een reden om weer even een keertje terug te gaan als ze misschien al vergeten waren. Dus op die manier hoort het toch ook wel een beetje bij het pakketje van hoe zet ik mijn eigen website eigenlijk neer. Dus eigenlijk mijn voornaamste boodschap is, je kan heel erg goed al zelf aan de slag gaan met SEO, ook al ben je er nog helemaal geen specialist in, of ook al ben je nog niet eens zo super technisch onderlegd. Er zijn al een heleboel dingen die je gewoon met een hoop tips en tooltjes en common sense zelf al kan doen. Mocht je nou toch nog heel erg twijfelen en denken, nou dat wordt helemaal niks voor mij, loop dan even langs onze stand, want we hebben nog een winactie voor een gratis site audit. Dus bij deze bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel, Michelle. De talk ging heel goed. Zoveel informatie dat ik je ook niet wilde onderbreken. Nee, ik was een beetje door over de tijd heen. Hè? Ja. Helemaal niet. Maar daardoor zijn er nog wel een paar minuutjes tijd voor vragen. Dus ik weet niet wie heeft er hiervoor gegeven. Ja. Je zei dat combineren van JavaScript en CSS-bestanden, dat de site sneller maakt. Maar is dat dan ook bij HTTP2 zo? Omdat ik dacht dat het daar niet veel uitmaakt of zelfs een negatief effect kan hebben. Een negatief effect, dat durf ik niet te zeggen. Daar ben ik niet technisch helemaal zo goed in thuis. Maar het werkt daar inderdaad wel anders. Omdat je daardoor meerdere bestanden tegelijk over de server heen en weer kan sturen. Dus of het daar per se nodig is, ik denk dat het daar wat minder relevant is inderdaad. Maar ja, vooralsnog zitten we natuurlijk nog niet op HTTP 2. Niet altijd. Dus dat, ja, voor de oude stijl zou ik het zeker nog aanbevelen. Voor de nieuwe stijl durf ik ook nog niet helemaal 100% eenduidig advies te geven. Kun je gewoon heel hard praten? Als je gewoon wat harder praat, komt het ook goed. Ja, je noemde net nog even social media voor je engagement. Mm-hmm. Ik googel dat leuk als je actief bent op social media. Als je? Wat? Actief bent. Ja, volgens mij rekenen ze dat wel mee.
ze hebben dat wel in de gaten dat daar ook dingen mee gebeuren en dat daar levendigheid in zit. Dus dat om nou te zeggen van oh, ranking factor nummer 1, nee, dat denk ik niet. Maar Google heeft wel echt meer door dan je denkt. Die combineert dat soort dingen wel. En dan snap je dus ook wel dat mijn Facebook of mijn Facebookpagina met mijn bedrijfsnaam bij de cijfer van mijn bedrijfsnaam. Ja. Ja, en zeker ook als je de, natuurlijk linkt hè, naar elkaar. Nou, we hebben dat wel aangegeven in structured data. Nee. Nee, maar ook als je gewoon fysiek de link op je site plaatst. Hè. Je hebt vaak bovenin rechts, boven in de hoek staan vaak wel van die icoontjes van... oh ja, dit is Facebook en Twitter en zo. Dus dan snapt Google dat sowieso wel. Dan heb ik nog een kort vraagje, Michelle. Oké. Stel, je hebt in het verleden een artikel geschreven. En eigenlijk, hij voldoet niet meer helemaal. Wat is dan handiger? Kun je dan beter een oud artikel herschrijven? Of schrijf je gewoon een hele nieuwe? Herschrijven. Hallo. Ja, herschrijven... Omdat je een artikel wat al bestaat, daar heb je waarschijnlijk al eerder in je sitestructuur naar gelinkt. Misschien heb je ook al wel backlinks ontvangen van andere websites. Dus dat heeft al veel meer linkwaarde dan dat je een nieuw artikel erop gaat gooien. Die heeft dat allemaal nog niet. Plus als dat oude artikel niet zo goed meer is, dan kun je het beter ook aanpassen. Want je wilt tenslotte ranken voor dat ene keyword. Dan dat je voor een nieuw artikel... voor hetzelfde keyword gaat proberen te ranken. Want dan ga je met twee artikelen op één website binnen Google zitten concurreren. En je wil gewoon één heel sterk artikel hebben. En niet dat je allebei ja, de linkwaarde gaat verdelen over twee artikelen. En daardoor allebei net niet in Google nummer één resultaat wordt. Oké. Dankjewel, Michelle. Ik zou graag nog een applaus voor de